De vraag die ik heel vaak krijg is: wie heeft jou geïnspireerd? Dan kan ik heel veel namen noemen, maar een van de belangrijkste personen is voor mij toch geweest: Richard Ross. Richard Ross, tweevoudig wereldkampioen goochelen, die met zijn ringenspel de hele wereld overging. Er is zelfs een boek over verschenen. Een boek alleen maar over de ringen van Richard. En ik heb heel vaak zijn ringen gezien. Zelf deed ik de ringen ook wel eens, maar zoals hij het deed, was uniek. Hij deed het namelijk heel rustig. Hij zei altijd: rust, rust, rust. Dat is eigenlijk het toverwoord. En dat is eigenlijk het punt wat ik van hem geleerd heb. Op het moment dat je denkt dat je te snel gaat, ga je rustiger aan doen. Wij noemen het 21. 21, oftewel 21. En dan was hij los. En dat leerde Richard ons eigenlijk. Richard was de meester in timing. En hij zei altijd van: let goed op, doe het rustig aan. Dan gaan ze gewoon heel langzaam door elkaar heen. De ringen van Richard Ross. Hij heeft ermee echt de hele wereld gezien. Er is een boek over verschenen. En als je ergens in de wereld een goochelaar vraagt: wie kan de ringen het beste doen? Zeggen ze allemaal: Richard Ross. Zijn er vragen? Dit was mijn eerste vlog. Deze ging over Richard. Zoals ik al zei, geniet nog even van de beelden van het speciaal optreden van Richard. Ik kom binnenkort terug met mijn volgende vlog. Heb je vragen, stel ze gewoon hieronder. Tot de volgende keer. En geniet nog even van Richard Ross. Thank you.